En start valt en begint met een galoppaarden voor Henk Parker. Henk Parker die heel druk leek achter de auto. Gelukkig allemaal net goed. Galop nummer 3. Ook een galoppaarden voor het start nummer 1. En dat was New Yorker Newport. Andere paarden zijn wel goed weg. Leiding is genomen door Tom Kooijman met Noah Newport. En die wordt nu afgelost aan de buitenkant door Estonia Wise L. De buitenkant is ook onderweg naar voren. Krek d'Azur, de favoriet. Maar die moet toch wel een heel stukje goed maken. Want Estonia Wise L die is inmiddels in de rechterlijn overzijde. Estonia Wise L, daarachter op plek 2 volgt aan de relingzijde Noah Newport. Die krijgt nu aan de buitenkant schuin naast zich Krek d'Azur. Daarachter aan de relingzijde ligt Namara Supreme. En die wordt gevolgd door de sterkhouder Velten Riesling. Eerste tussentijd komt op de klokken. 16-1 voor de voorste twee. En de leider aan de relingzijde blijft voorlopig nog even Estonia Wise L. Krek d'Azur ligt er schuin naast, heeft een vrij ruime loop. Bakker wil hem er nog niet achter zetten. Blijft er ook naast lopen en zo gaan ze de bocht door. Estonia Wise L, Krek d'Azur aan de buitenkant daarnaast. Dan loopt het gaatje nu dicht Noah Newport. Daarmee is ook bezig een gaatje dichtlopen. Namara Supreme, die wordt gevolgd door Velten Riesling. En daarachter volgt dan nog Nadia. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog één volledige ronde te gaan. En het duel om de leiding gaat nog even door. Aan de buitenkant komt alweer wat druk van Krek d'Azur. Krek d'Azur is helemaal naast de koploper gekomen. Estonia Wise L, Jaap van Rijn kijkt een keer opzij. 17-2 de tussentijd voor de koploper. En zo gaan we de laatste kilometer in. Estonia Wise L, Krek d'Azur. Namara Supreme ook heel brutaal naar het tweede spoor. Zoekt nu de rug van de favoriet. Daarachter aan de relingzijde ligt nog altijd Noah Newport op plek 3. 4 mag je ook zeggen. Nu is het 3. Daarachter Velten Riesling. En daarachter aan de buitenkant Nadia. 6 paarden dicht bij elkaar. Rechte lijn overzijde. En daar komt de volgende aanval van Krek d'Azur. Liet zich net even terugzakken, maar zoekt de leider nu weer op. En gaat nu wel heel voortvarend te werk. Aan de binnenkant moet Estonia Wise L nu echt aantreden. Estonia Wise L, Krek d'Azur. Ze gaan nek aan nek. Met z'n tweeën lopen ze ietsje weg bij Noah Newport. Tussentijd is 16-3. Voorste twee paarden nu duidelijk voor de rest. Het gaat tussen deze twee paarden voorlopig. En zo gaan ze de laatste bocht in. Relingzijde Estonia Wise L. Op pure macht aan de buitenkant probeert Krek d'Azur het. En weer komt hij terug. Halverwege de Tjarda-bocht komt de volgende aanval van Krek d'Azur eraan. Hij blijft maar beuken aan de buitenkant. Aan de binnenkant Estonia Wise L, die nu voor het eerst wordt aangespoord in de koers. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar komt aan de buitenkant weer een aanval van Krek d'Azur. Krek d'Azur geeft niet op. Krek d'Azur aan de buitenkant is er nu voorbij. Estonia Wise L aan de binnenkant blijft wel terugvechten. Het verschil is heel klein. Estonia Wise L probeert het nog één keer. Maar Krek d'Azur heeft het onder controle. Wat kan die bakker rijden vanavond? De vierde overwinning. Krek d'Azur, Estonia Wise L. Goeie derde plaats voor Noah Newport. 15-8 voor de winnaar.